René van Amersfoort wordt de nieuwe wethouder in de gemeente Noordoostpolder. Hij volgt daarmee de PvdA-wethouder Thomas Gillissen op, die in de eerste week van januari plotseling zijn functie neerlegde vanwege gebrek aan ervaring. We hebben contact met fractievoorzitter Lianne Mulder van de PvdA. Goedemorgen, mevrouw Mulder. Goedemorgen. Ja, laten we meteen maar eventjes in de cv van René van Amersfoort duiken. Wie is dit? Deze nieuwe kandidaat wethouder is zowel politiek als bestuurlijk ervaren. Hij heeft op dit moment in Emmeloord een eigen bedrijf waaronder andere bedrijven vallen. Hij heeft voordat hij naar Emmeloord definitief hier te wonen, heeft hij een periode in Rotterdam gewoond. Daar is hij ook 4 jaar lang wethouder geweest. En ja, raadslid. Ja, in de grote gemeenteraad of in een deelraad? In een deelgemeente van Pernis. Van Pernis. En wanneer was dat? Dat was in 2010. Oké. Okay. Nu moeten wij dus de kar gaan trekken in Noordoostpolder. Als u zegt van nou, heeft al die ervaring brengt hij met zich mee. Had u dan niet meteen René moeten bellen in plaats van die vorige? Ja, hij heeft uiteraard toen ook op ons lijstje gestaan. En we hebben toen wel ook de profielen van meerdere kandidaten met elkaar vergeleken. En net als nu zijn we eigenlijk met onze nummer 1, dat was destijds Thomas, zijn we toen al gelijk verder gekomen. En nou ja, zoals waarschijnlijk bij andere sollicitaties ook gebeurt, je gaat pas verder met andere kandidaten als de eerste niet geschikt blijkt. Nee. Dit wordt een lastig dossier, hè? Dat was ook al een beetje, ja, Thomas Gillissen, daar keek hij tegenop, daar keek hij tegenaan. Energie- en armoedebeleid, kijkt die nieuwe daar niet tegenop? Nou, hij ziet daar juist een hele mooie uitdaging in. En dat past ook goed in waar hij zelf al mee bezig is binnen zijn eigen bedrijven. Daar is hij ook bezig met duurzaamheid en mensen in hun kracht zetten. Dus eigenlijk twee thema's zometeen van zowel armoedebeleid als ook de duurzaamheid, die passen hem heel goed. Oké, wanneer begint hij? Hij moet nog een en ander afronden en vanaf midden februari is hij volop actief. Hij wordt al wel volgende week geïnstalleerd en zal dan geleidelijk aan inwerken. En dan is de rust weer weergekeerd bij de Partij van de Arbeid in Noordoostpolder. Zeker. Oké, hoop ik dat samen met u. Dank voor de toelichting. Lianne Mulder van de PvdA. Noordoost.